Welkom allemaal op de Universiteit Tilburg en welkom in deze collegezaal. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Kenny Meesters. Ik ben wetenschapper hier op de universiteit. En ik ben ook actief in de hulpverlening en de crisisbeheersing. Maar niet echt buiten op straat. En dat zal ik daar wel wat meer over laten zien. Ik werk natuurlijk wel samen, want jullie zien hier vooraan al Vincent Baartmans in zijn brandweeroutfit zitten van de veiligheidsregio. En hij gaat ook een stukje meehelpen met het college vandaag. Eigenlijk ga ik het niet alleen maar hebben over wat je moet doen bij een grote ramp. Ik ga het ook vooral hebben over wat je niet moet doen. Maar voordat we het gaan hebben over grote rampen, gaan we ook even kijken naar wat jullie al zelf weten hierover. Nou, ik vertel, mijn naam is Kenny Meesters. Ik geef lessen, je ziet het op de foto. Ik ben ook zelf actief in de hulpverlening. En een van mijn hobby's, ik speel graag met Lego. Want ik hou heel van dingen organiseren, in elkaar steken. En ik bouw graag ook robotjes. Ik ga ook regelmatig op bezoek bij Lego. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Maar dingen die wat minder leuk zijn, zijn natuurlijk als het niet goed gaat. Want wat zouden jullie doen? Wat als je een brand ziet? Wat zou je dan doen? Roep maar. Ja? Ik zit zelf bij de jeugdbrand. Kijk. Ja? Ja, ja. Goed, zorg dat je zelf veilig bent, alarmeer en dan gaat de brandweer in actie. Zijn er nog andere dingen die jullie zouden doen? Ja? Ramen, deuren dicht, overal het licht uit. Heel goed, om te zorgen als er buiten dat er geen rook binnenkomt. Ja. Ja, andere mensen misschien waarschuwen in de buurt. Ja, dit is dan een brand. Maar wat zou je doen als het heel erg misgaat? Als er overstromingen zijn. 2 jaar geleden was dat in Limburg, ik kom zelf uit Maastricht, waren in Limburg grote overstromingen. Dus zoveel dan wat er nodig is, is eigenlijk heel moeilijk dan. De brandweer is heel druk met water wegpompen, ambulance met mensen helpen. Wat zouden jullie doen als er zoiets zou gebeuren? Als er overstromingen waren, niet brand of zo, maar je kunt niet meer thuiskomen, je kunt niet meer weg. Wat zouden jullie dan doen? Ja, goed maar. Zorg dat als je iemand mee kan brengen, dat hij ook veilig is. En als je ver weg bent, ook proberen de plekken waar nog geen water is, ook zorgen te evacueren, zodat er niks verder kan worden, zodat er geen grotere brand kan worden. Heel goed, dat klinkt als een heel compleet plan. Dus we gaan zorgen dat we zelf wegkomen en we gaan kijken naar plekken waar nog geen water is. En we gaan zorgen dat daar mensen op tijd weggaan. Heel goed. Ja? Ik zou gewoon een boot pakken. Je zou een boot pakken? Ja, als je die hebt, of anders, je zou gewoon uit het raam lopen en dan op het huis klimmen. Op het dak gaan zitten. Als je eerst een boot zoekt en als je die niet hebt, op het dak gaan zitten. Heel goed. Ja. Ja. Heel goed. Nog eentje. Naar een hoge plek, hè? Op het dak. En, als je ons kantoor, mijn kantoorgebouw, dat heeft 12 verdiepingen. Dus op zich zit ik daar best goed als het water komt. Ja. Ja, andere mensen waarschuwen, hoorde ik. Heel goed. Ja, ja. Ja, dat is ook een heel goed idee, hè? Laten we vooral elkaar helpen. Want er gebeurt zoveel. We kunnen zorgen dat mensen mee kunnen in de auto. We kunnen mensen misschien een slaapplek aanbieden. Mensen kunnen elkaar helpen. En dat gebeurt ook bij rampen. Als je kijkt naar hoe mensen reageren op rampen, dan zie je eigenlijk dat 90% bij grote rampen mensen worden geholpen door andere mensen. En dus als je 10 mensen op een rijtje zet bij een grote ramp die aan het helpen zijn, is eentje daarvan van de brandweer of de hulpdiensten. De andere zijn je buren, je vrienden, je collega's, mensen die voorbij komen. En dat zien we bij alle grote rampen. Dus eigenlijk is iedereen
een hulpverlener. Iedereen kan elkaar helpen. En niet alleen als de ramp gebeurt, zelf, maar ook daarna. Want als het water weg is, dan moet het natuurlijk schoongemaakt worden. We hebben nog eten nodig, drinken. Ja, dus niet alleen maar bij de ramp zelf, ook daarna. Op de foto zie je een meneer, die was na een orkaan in New York, was de stroom uitgevallen. En die meneer heeft zijn fiets buiten gezet, heeft er een dynamo op aangesloten en is gaan fietsen, want hij wou toch sporten. En alle mensen in de buurt konden hun mobiel komen opladen daar. Dus zo kunnen mensen elkaar helpen. Het hoeft niet alleen maar EHBO te zijn of brand te blussen. We kunnen elkaar ook helpen met eten, voedsel en onderdak. Laten we dat eens even proberen. Stel je voor, er is een overstroming in Tilburg. Vanmorgen zag het er nog even uit of het ging gebeuren, maar ondertussen is het zonnig buiten. Dus het valt wel mee. Maar stel je voor dat er een overstroming is. En je zit thuis. Nou, kijk eens even op je briefje. Als het goed is, hebben jullie allemaal een briefje gekregen bij binnenkomst. En er staan twee dingen op. Je mag hem even in het midden scheuren, zodat je twee losse blaadjes hebt. Eentje waarop staat wat je nodig hebt. En op de andere wat jij zelf hebt. Zorg maar even dat je twee losse briefjes hebt. Ja? Gelukt? Heel goed. Dus stel je voor, er is een overstroming. Laten we eens proberen of we elkaar kunnen helpen. Op het briefje zie je dus één briefje waarop staat wat jij nodig hebt. Dus misschien zoek je wel een telefoon of zoek je eten of drinken. En op het andere briefje staat wat jij hebt. Misschien heb jij een telefoon of heb je een tent. Oké? Dus op zich zouden we elkaar moeten kunnen helpen. Dus ik zou zeggen, laten we eens even proberen. Kijk eens even. Ja, sorry. Nou, mooi opgelost, toch? Kijk eens even of jullie elkaar kunnen helpen. Go! Er is een ramp. Snel, probeer elkaar te helpen. Ja, iedereen rent door elkaar met briefjes. Nou, ga even weer terugzitten. We gaan het even anders proberen. Wat is heel belangrijk is bij een ramp, is dat we dat een beetje samen doen. En dat we daar afspraken over maken. Nou kun je niet altijd afspraken maken. Dus je moet dan kijken of je een kleine groepje afspraken kunt maken. Hoef ik niet zo te gillen. Dan moet je in kleinere groepjes afspraken maken. Dat is wat wij als hulpdiensten, brandweer, de politie, de ambulance, ook allemaal doen. Dat heet dan met een chic woord informatiemanagement. Maar dat is wat we gaan kijken of dat bij jullie dan misschien ook werkt. En of we dan niet veel sneller kunnen kijken wie heeft wat nodig. Dus misschien is het een idee dat Kenny ons daar een beetje bij gaat helpen. Ja. Inderdaad, Kenny, hoe gaan we dat doen? Ja, dat is een heel goed punt, Vincent, want het is natuurlijk heel fijn. Nu zitten we met elkaar in een zaal, maar in het echt zitten we natuurlijk overal door de stad en wordt het chaos. En is het wel handig als iedereen elkaar zomaar gaat helpen op straat? Dan wordt het eigenlijk nog een veel grotere chaos en iedereen rent door elkaar. Dus laten we het eens even anders aanpakken. Hè? Op, zoals wij noemen, informatiemanagement, zoals Vincent al zei, en coördinatie. Laten we eerst eens even kijken wat we allemaal hebben. Dus pak even je mobiel of de mobiel van je papa of je mama. Want we hebben geluk, dat werkt allemaal nog. Dus we moeten wel snel zijn, want voordat dat uitvalt, rek als het water er is, moeten we het snel organiseren. En als het goed is, maar dit was gisteravond om 12:30 s'nachts, krijg je een Google-formulier. En dan kun je eerst aangeven wat je hebt en dan aangeven wat je nodig hebt. En het kan zijn dat bij een crisis inderdaad het internet het niet meer doet. En dan gaan wij als hulpdiensten nadenken, oké, maar wat kunnen we dan? Dan is het weer niet zo snel, maar wel handig,
dat jullie misschien even naar Kenny gaan en daar aangeven wat je hebt. Dus even snel in een rij naar Kenny, als je geen internet hebt. En daar even aangeven wat je hebt, zodat we centraal bij elkaar hebben wat we allemaal hebben. En dan gaan we roepen wie heeft wat nodig. Ja, wat heb je? Ik heb eten en ik zoek een bed. Eten? Eerst alleen wat je hebt. Ja. Ik heb een telefoon. En als je het doorgegeven hebt, mag je bij mij komen staan. Ja, oké. Okay. Wie het heeft doorgegeven, mag bij mij komen staan. Ik heb een telefoon. Ja. Ja, mag je even bij Kenny zeggen. Ja. Dat is al opgelost. Ja, oké. Okay. Nog meer? Roep maar. Roep maar. Wat heb je nog meer? En als je het geroepen hebt, mag je hier komen staan. Drinken. Ik heb drinken. Ja, heb ik. Nog meer? Ik heb een telefoon. Ja, kom maar bij mij staan als je het al geroepen hebt. Jij hebt een telefoon, heel goed. Ja, dan kom maar naar mij. Je hebt een tent, heel goed. Wat ik heb is een EHBO. Ja? Ik heb ja. een Ja, heb ik. Ja. Ik heb een tent. Ja, heb ik. Ik heb een tent. Ja. Ik heb drinken. Ja. Ik heb ook drinken. En dat daar van mij net Ik heb een telefoon. Ja, heb ik. Ik heb een EHBO kids. Ja. Soms wel. Ja. Ik heb een EHBO doos. Ja. Ik heb een tent. Ja. Ik heb een EHBO doos. Ja. Kijk, en dan zie je, nou hebben we best in korte tijd allemaal verteld wat we hebben. Ik heb een tent. Ja. Ik heb mijn bed al aan iemand weggegeven, maar ik zoek eten. Ja. En dan zie je wel van sommige dingen, als je nou op het scherm kijkt... Dan zijn de gele dingen zijn de dingen die we hebben. En de groene zijn degene die we nodig hebben. Ja. En dat is mooi. Dus als we dan eens de mensen die... Wat is het eerste? Ik kan het niet lezen vanaf hier. Ja. Dus we zullen even... Hè, dus op zich, we hebben nu een overzichtje. We weten... Ik zal even de sheet erbij pakken. We weten wat er allemaal is. Dus nu is het vooral even sorteren. Nou, als het goed is, zie je daar achter in de zaal briefjes hangen... Dus als je het briefje nu eerst gaat neerleggen van wat je hebt, bij het goede plaatje daarboven. Ja? Het is crisis, hè jongens, tempo. Ja, ik had de papa en mama beloofd dat we uitgeput naar huis zouden gaan. Dus wat je hebt, leg je daarboven bij het goede... En voor de papa's en mama's... Zie je dat ze op deze manier dat ze precies gaan opruimen wat je wil? Ja? Hebben jullie allemaal je briefje neergelegd van wat je hebt? Oké. Okay. Nu moeten we nog maar één ding doen. Wat is dat? Wat moeten we nog doen? Juist, wat je zoekt. Dus nu weet je waar je naartoe moet gaan. Als het goed is, is daar een briefje voor wat je zoekt. En als je gevonden hebt wat je zoekt, mag je weer gaan zitten en dan gaan we kijken of er nog mensen overblijven. En het mooie is, we hebben een klein beetje geholpen in hoe je het doet, maar jullie hebben het helemaal verder zelf gedaan. Dus je hebt niet eens volwassenen nodig om dit te kunnen regelen. Is het gelukt? Hebben jullie allemaal een briefje? Ik zie één vinger. Als het er niet meer is, volgens mij heb jij ook nog een backup. Ja, nou zijn er nog een paar kinderen over die hebben een briefje. En daar hebben jullie elkaar niet kunnen helpen. Nou, dan komen wij weer als hulpdiensten om te kijken of wij dan ook nog kunnen helpen. En dat is de laatste stap nu. Ja, als je je dingetje hebt gevonden, ga maar terug zitten.
Oké. Heel goed gedaan. En, ging het nu de tweede keer beter? Ja. Ja? Waarom ging het nou beter, denken jullie? Beter georganiseerd, ja? Niemand ging als een dolle rondrennen. Ja, ja, behalve de trap op en af, maar dat mag. Nog andere dingen? Waarom ging het nog beter? We hadden ook een overzicht, hè? We wisten wat er was en wat er nodig was. Nou, dat is dus eigenlijk ook hoe in het echt gaat. Natuurlijk rennen we niet rond met briefjes, hè, in een zaal. Maar als er een grote ramp is, komen allemaal mensen helpen. Verschillende organisaties, de brandweer, ambulances, ook Rijkswaterstaat. En als je nog grote ramp hebt, zelfs de Verenigde Naties en de Europese Unie. Maar we moeten wel met elkaar afspreken, wat hebben we nou eigenlijk nodig? Wie heeft wat? En waar is het eigenlijk? Nou, dat is wat we nu met coördinatie en informatiemanagement doen. En jullie zagen al hier op de foto, zie je hoe dat eruit ziet. Hè? Dat, soms doen we dat met computers, zoals ik liet zien. Soms gaat dat ook in het begin met pen en papier en met radio's. Want we hebben niet altijd internet en we hebben niet altijd stroom bij een grote ramp. Nou, als we dat wel hebben, dan maken we natuurlijk goed gebruik daarvan. Het kaartje wat je hier ziet, en ik weet niet of iemand het toevallig kan lezen. Het is in het Turks. Dit is eigenlijk een website die gemaakt is na de aardbeving in Turkije, vorig jaar. Waar mensen konden aangeven, dit is de hulp die ik zoek en dit is de hulp die beschikbaar is. Zo kunnen we elkaar helpen. Ze laten op de kaart zien, op deze plek kun je bijvoorbeeld zorg vinden als je een baby hebt. Of op deze plek is eten. Of hier kun je overnachten. Maar je kunt ook vragen stellen. Nou, en dit is niet gemaakt door de hulpdiensten. Dit is gemaakt door studenten van de universiteit. Om elkaar te helpen. Nou, dat is wat we doen in rampen. En zo proberen we elkaar te helpen en te informeren. Het is een heel kort college, maar ik hoop dat we jullie een beetje hebben kunnen laten zien. Wat is er nou eigenlijk voor nodig? Dus hopelijk hebben jullie geleerd dat bij een grote ramp we elkaar kunnen helpen. Je kunt elkaar helpen met onderdak, met eten, met toegang, met een plek om te overnachten, evacuaties. Maar als we elkaar gaan helpen, dan moeten we dat wel in goede banen leiden. We moeten wel weten van elkaar, wat zijn we aan het doen, hoe doen we dit op een veilige manier. Nou, en dat is wat we met informatiemanagement doen. En zo kunnen we bijvoorbeeld technologie gebruiken om te zorgen dat we beter elkaar kunnen helpen als het nodig is. Ja? Dank jullie wel. Ik hoop dat het een beetje hielp. Maar als er vragen zijn, dan beantwoord ik ze graag voor jullie. Mocht je dit nou interessant vinden, of wil je nog meer met informatie en briefjes en crisissituaties aan de slag, we zitten in Cube 20, hebben we workshops, die beginnen om 4:30. Jullie zijn van harte welkom om dan nog meer in de actie te duiken en te gaan kijken of jullie een crisis kunnen oplossen samen met de brandweer. Dank jullie wel. Veel plezier vandaag. En als er vragen misschien zijn er ook vragen. Ja. Ja. Wie heeft er een vraag? Ja, die meneer. Ja, je mag ook gooien, maar... Je mag hem naar de volgende gooien. Dat is een microfoon. Ja. Hoor je dat? Jazeker. Ik heb een vraag. Nu, ja. De coördinatie van dit opzetten, wie neemt daar de leiding eigenlijk in? Dat is een hele goede vraag. Het ligt aan hoe groot de ramp is. Hè? Dus je hebt lokaal, doet bijvoorbeeld de veiligheidsregio dat in Nederland. Als het nationaal is, dan hebben we daar het NCTV voor bijvoorbeeld. Als het nog groter is, hebben we de Europese Unie. En als het nog groter is, de Verenigde Naties. Dus het ligt een beetje aan in welk land. Maar uiteindelijk blijft het altijd de overheid, de lokale mensen, dus bijvoorbeeld de veiligheidsregio, die de leiding hebben. En de rest is daarom te ondersteunen. Dus het ligt een beetje aan de schaal. Als je zoiets hebt in Turkije, dan is het de Turkse overheid die de leiding neemt. Maar we proberen dan vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Naties te ondersteunen met het coördineren daarvan. Ja, dankjewel. En de veiligheidsregio waar wij dan voor werken, die werken voor de burgemeesters eigenlijk? Ja. Namens. Goeie vraag. Maar wat als je in het... als het een groot ramp is... Maar wat als je dan niet
dat je dan niet elkaar kan helpen. Ja, dus wat gebeurt er als de ramp zo groot is dat mensen getroffen zijn en elkaar niet kunnen helpen? Ja, dan komen wij om de hoek. Dan komen wij kijken of we je kunnen komen helpen. Met de brandweer, de politie, de ambulance, maar soms ook het leger. Bijvoorbeeld in Limburg, waar dat water was wat je net allemaal zag. Daar hebben we ook het leger ingezet. Dus die doen ook andere dingen dan de vrede bewaren in de wereld. Die zorgen dan ook dat ze helpen om mensen te evacueren, bijvoorbeeld. Ja, dus iedereen probeert te helpen. De leger. En soms ook andere landen. Als er grote rampen zijn, komen andere landen helpen. Ja. En hoe groot moet zo'n ramp dan zijn dat de Europese naties komen helpen? Dat is een hele goede vraag. Dus het land moet altijd vragen om hulp. We kunnen niet zomaar gaan. Maar de laatste is bijvoorbeeld de aardbeving in Turkije. Daar zijn zoveel mensen die daar getroffen waren, dat Turkije heeft gezegd, wij hebben hulp nodig van andere landen. En dan vragen ze bijvoorbeeld de Europese Unie. Dus het zijn vaak de rampen die je ook op het nieuws ziet, waar ze bij komen. En we zijn in Nederland best wel goed beschermd. Er is heel veel goed geregeld. We hebben ook geen echt groot aardbevingsgebied. We hebben geen grote orkanen nog. De kans dat je in Nederland met zo'n hele grote ramp te maken krijgt, is gelukkig klein. Maar we houden er altijd rekening mee. Ja, dus je hoeft ook niet ongerust te zijn, hoor. Ja, ga je gang. Een aantal jaar geleden was er bijvoorbeeld een ramp dat vliegtuig was neergestort, hè, vlakbij Schiphol. Hoe communiceren alle nooddiensten of alle hulpdiensten die ter plekke aanwezig zijn, communiceren die met elkaar? Gebruiken die bijvoorbeeld allemaal hetzelfde C2000-systeem? Of hoe verloopt die communicatie dat het geen chaos wordt? Nou, we gebruiken wel allemaal C2000, maar dat is wel allemaal een eigen netwerk. Dus de politie zit op een eigen netwerk, de brandweer zit op een eigen netwerk. En we richten dan in ieder geval ter plaatse een commando-plaatsincident in, waar we alles afstemmen. En op grotere afstand zit ook nog een crisisteam die alle effecten gaat behandelen. En op de gemeente zit een crisisteam. En die communiceren allemaal weer in een crisismanagement systeem, zodat we van elkaar weten wat we aan het doen zijn. Nou, mooi dat dat zo lijkt, hè? Maar in de praktijk is dat niet altijd zo. En we hebben het dan ook vaak over de chaosfase. Dus die eerste fase van een ramp, zeker dat eerste uur, kan daar best wel chaotisch zijn. Maar dan willen we, en dat liet Kenny eigenlijk hier zien met die oefening, willen we zo snel mogelijk ook daar structuur in aanbrengen. Wat heb je en wat heb je nodig? Ja. En dat doen we dan via die crisisteams. Ja. En voor sommige rampen of incidenten liggen er ook plannen. Dus voor sommige dingen is er een plan hoe we daarop moeten reageren. Het is niet bij iedere woningbrand dat de brandweer denkt, oké, hoe gaan we nu hulp coördineren? Dus voor sommige stukken is dat wel bepaald. Maar ja, we weten nooit exact hoe het gaat lopen. Ja, ga je gang. Wat is de grootste ramp die ooit is gebeurd? Oeh, dat ligt er een beetje aan wat je bedoelt met grote ramp. Met de effecten van zo'n ramp. Maar als je het hebt over slachtoffers, ik wil niet zeggen dat het de grootste ramp is, maar de grootste waar ik in ieder geval bij betrokken ben geweest als inzet, is de aardbeving in Haiti in 2010. En dat was zo'n grote ramp dat heel veel landen moesten komen helpen. Ook omdat Haiti al zwaar getroffen was door een ramp. En ze verwachten dat, ze weten het niet zeker, maar de schatting is dat tussen de 160 en de 200.000 mensen toen zijn omgekomen in de aardbeving. Dus dat is ongeveer meer dan mensen in Tilburg wonen toen. Ja. Ja. Helpen er ook wel eens kinderen mee aan grote rampen? Zeker. Kinderen helpen elkaar vaak. Want bij een grote ramp kan het best wel een schok zijn, hè? Want het is best een hele naar iets wat gebeurt. En kinderen kunnen met elkaar het erover hebben, spelen, ook weer naar school gaan. En kinderen helpen vaak hun ouders mee na zo'n grote ramp om dingen weer op te ruimen, terug te zetten. En elkaar eigenlijk te helpen na zo'n ramp ermee om te gaan. Dus kinderen zeker zijn ook hulpverleners. Het zijn niet alleen maar de volwassenen die het doen. Ja. Moet je bij een overstroming eigenlijk heel hard wegzwemmen of op je dak blijven staan?
Ik zou vooral niet gaan zwemmen. Want bij een overstroming zit vaak heel veel stroming in het water. Die kan je meetrekken. En als je op een dak kunt gaan staan, op een veilige manier, dan zou ik dat zeker doen en dan gewoon wachten tot er hulp komt. En dat kan wel lang duren. Ja. Maar dan gewoon blijven wachten en kijken of je mensen met een wit laken of met een zakdoek, en dat gaan allerlei helikopters overvliegen, dat je laat zien van ja, hier ben ik moet ook geholpen worden. Ja, maar zeker niet het water ingaan, want het is nee, vies, dat is veel te gevaarlijk. Het is gevaarlijk en je weet niet wat er onder water allemaal ligt, dus ja, kun je beter in het zwembad doen. Ja. Hoe deden ze dan communiceren in 1955 of zo? 1955. Oeh, dat is een geschiedenislesje. Nou, vertel je, was jij erbij? Nee, ik was daar niet bij. Gelukkig niet. Zie ik er al zo oud uit. Duiven? Nou ja, er wordt genoemd duiven, maar er werd toen inderdaad gebruik gemaakt van postduiven. Dat was eigenlijk nog langer geleden. Maar ook van een ordonnans, noemen we dat. Dat is iemand die op de fiets met een briefje naar het andere team gaat om te vertellen wat er in het eerste team is gedaan. Dus dat was veel meer op allerlei manieren transport zoeken om de boodschap over te brengen. En er waren toen nog wel telefoons, hè, dus dat was er al wel. Maar het was allemaal niet zo luxe net als nu tegenwoordig. Maar het voordeel was dat mensen het ook niet gewend waren. Ja. Als er nu iets gebeurt en jouw telefoon werkt niet, wat ga je dan doen? Mensen toen wisten dat. En nu raken mensen een klein beetje in paniek als een week lang de telefoon het niet doet. Dus ga maar eens oefenen thuis, een week lang je telefoon wegleggen. Maar een goede vraag. Ja. Nou, hoe voorkomen ze rampen? Want een overstroming kan alleen nog maar door de regen gebeuren. Want ze zetten hele grote blokken steen bij de dijken. Maar hoe voorkomen ze andere grote rampen? Hoe voorkomen ze andere grote rampen? Zorgen dat het niet gebeurt. Ja. Ja, dat doet de veiligheidsregio doet daar heel veel werk aan. Hè? Maar eigenlijk het grootste wat je kan doen om een ramp te voorkomen zijn vaak de mensen zelf. Want we kunnen niet heel veel doen aan zware regenval. En er wordt aan gewerkt door de waterschappen. Maar bijvoorbeeld brandveiligheid. Zorgen dat je thuis zelf een rookmelder hebben bijvoorbeeld die werkt. Geen gevaarlijke spullen bij elkaar opslaan. Ja, en een heel mooi voorbeeld daarvan, Kenny, is bosbranden. Dat is best wel een probleem. En we weten dat de meeste bosbranden die ontstaan wel door de mensen zelf. Dus als het met droog weer is, dan ga je niet barbecuen in het bos. En dan ben je voorzichtig met dat je je auto niet in heel hoog droog gras parkeert. Want dat kan gaan branden. Dus heel veel dingen die wij doen is ook mensen nalaten denken over wat doe je nou. En wat kun je daar zelf aan doen om dingen te voorkomen. Dus er wordt heel veel over nagedacht en ook onderzoek gedaan hier op de universiteit door ons. Van nou, hoe kunnen we ons voorbereiden op als dingen misgaan of uitvallen? Maar dat kun je ook zelf. Ja. Probeer maar eens na te denken thuis. Wat zou er gebeuren als we geen stroom meer hebben of geen internet? Ja. En ga maar eens een keer met je ouders. Nee, niet. Niet met je ouders, dan zonder je ouders. Nee, probeer maar eens een keer, 's avonds als het donker is, een theedoek om je hoofd, om je ogen, voor je ogen. En dan vanaf je slaapkamer zo snel en veilig mogelijk als je kunt naar buiten te komen. Want dat is wat je moet doen als er geen licht meer is 's nachts en er is iets aan de hand. Wel met je vader of moeder of verzorger doen, hè? Nooit alleen. Maar probeer dat maar eens. Een vluchtweg creëren als er in huis iets gebeurt, kun je zelf oefenen. Ja, nog één laatste vraag, want dadelijk hebben we de workshop waar we ook naartoe moeten. Hoe ontstaat een aardbeving? Oeh, dat is een mooie natuurkundige vraag. Nou, daar ben ik niet zo goed in. Er zijn verschillende redenen, maar in het kort, de aarde bestaat uit allemaal losse platen die tegen elkaar duwen. Hele grote platen, continent. En als die tegen elkaar duwen, komt er druk op te staan en op een gegeven moment schieten die platen langs elkaar af of botsen tegen elkaar op. Dat is hoe aardbevingen ontstaan. Hele korte uitleg, maar ik weet zeker als je naar YouTube gaat en je zegt hoe komen aardbevingen, dan zijn er vast mensen die dat beter kunnen uitleggen dan ikzelf. Ja? Ik ben dadelijk nog voor meer vragen beschikbaar, dus of in de Cube 20, kom daar naartoe. Dan beantwoorden alle vragen nog die je nog meer hebt.